Nou, goedemorgen. Ik sta hier met Sander ten Tusscher van het sportbedrijf. En nou, leg eens uit, wat doen we hier eigenlijk vandaag? Ja, vandaag is het weer de jaarlijkse Koningsspelen. Dus dat is eigenlijk de landelijke sportdag voor kinderen van het basisonderwijs. We staan op dit moment bij Uitsmijters 55, de honk- en softbalvereniging van Almelo. En ja, wij proberen tijdens de Koningsspelen zoveel mogelijk samen te werken met sportaanbieders. Omdat we ruim 2000 kinderen hier vandaag aan het sporten hebben. En ja, dan is het mooi dat zij kennis kunnen laten maken met het sportaanbod wat Almelo te bieden heeft. We zagen vanmorgen ook al eventjes voor de ISPA wat gebeuren. Wat deden we daar eigenlijk? Volgens mij is dat iets wat we ieder jaar met elkaar doen. Ja, de opening is in principe standaard. We oefenen altijd een paar maanden op de nieuwe Koningsdans. En daar starten we de Koningsspelen mee op alle locaties. We organiseren dit jaar op drie locaties. Bij het sportpark, bij ON en bij de ISPA. Ja, we staan er nu bij de honk- en softbalvereniging. Maar dat hoort in principe bij het programma van de ISPA. Starten met de Koningsdansen, dan doen kinderen altijd enthousiast mee. Die hebben ze, als het goed is, ook allemaal geoefend op de basisschool. En die kunnen ze dan hier tonen bij de ISPA met een mooi muziekje op de achtergrond. Nou, heel mooi. Heel erg bedankt. En ik wens je heel veel succes vandaag. Want volgens mij wordt het een hele drukke dag. En is het niet alleen in de ochtend, maar komt er vanmiddag ook nog een groep kinderen? Ja, zeker. Ja, we hebben hem bewust in twee delen gedaan. Omdat we dus ruim 2000 kinderen hebben. Dus die kunnen we niet allemaal kwijt op één moment. En om het programma voor iedereen heel leuk en interessant te houden, hebben we het programma in twee delen geswitcht. Zodat iedereen lekker vier sporten kan doen in het ochtenddeel of in het middagdeel. En het weer is oké, het regent niet, dus we maken er een mooie dag van.